De meeste van mijn relaties waren ongezond. Ik was jullie bezit. Iets wat je aan je vrienden kon laten zien. Iemand waardoor je kon krijgen wat je echt wilde. Een middel voor contact. Ik wist alles van jullie. Maar jullie wisten niks van mij. Zo, hier is mijn verhaal. Het boeit je waarschijnlijk niks, maar ja... Hoeveel interesseer je je dan ook echt in je spullen? De eerste die met zijn vingers in mijn doos zat, was Bob. Je vergeet je eerste nooit. Ik was altijd bij hem. En hij liet me zien aan al zijn vrienden en familie. Ik kreeg het gevoel dat hij trots op mij was. Maar lang bleef dat gevoel niet. Bob hield ervan om de familie uit te breiden. Om elke maand het nieuwste model van de cover van een magazine in huis te halen. En zodra het nieuwe van mij af was, begon Bob mij te verachten. Uiteindelijk, na ongeveer een jaar, liep Bob een nieuw model tegen het lijf. En ik was verleden tijd. Zijn nichtje Evie kreeg me in handen. En Evie was precies de afleiding die ik nodig had naar Bob. Evie adopteerde me direct en het was alsof ik een lang vermiste zus had gevonden. We deden alles samen. En dan bedoel ik ook echt alles. Het liefste gingen Evie en ik samen shoppen. Evie hield van shoppen. Kleine dingen, grote dingen, online, offline, kleding, make-up, meer kleding. Het maakte niet uit. Op den duur was shoppen het enige wat Evie en ik nog deden. Evie ontspoorde helemaal en als ik er iets van zei, werd ze boos. Evie gebruikte me ook niet meer om geld te verdienen. Daarvoor had ze nu een webcam gekocht. Ik voelde me opeens niet zo gelukkig meer. Ik werd traag. Mijn batterij ging korter mee. Er waren momenten dat ik mezelf even helemaal afsloot van Evie. Nu terugkijkend wenste ik maar dat ik me niet zo had aangesteld. Vaak weet je niet wat de goede tijden zijn tot je eruit bent. Evie lette niet op en... Zo was ik weer van een ander. Ik dacht, hij moet me wel echt graag willen hebben als hij... Nee, hij verkocht me direct door aan de hoogste bieder. Het interesseerde me niet eens wie mij gekocht had. Een of andere vrouw die me aan haar moeder gaf om contact te houden. Het was een lieve gedachte, maar ik kon gewoon niet meer. Ik was op. Het kon niet erger. Dacht ik. Nou, de moeder van die vrouw bleek iemand te zijn genaamd Ans, die 74 jaar oud was. Ik heb nooit een klik gehad met oude mensen. Het is een generatiedingetje, denk ik. Maar Ans... Ans en ik wisten totaal niet hoe we met elkaar moesten communiceren en ze liet me constant vallen. Haar hele huis stond vol met de spullen van haar overleden man die ze niet weg wilde doen. Het was een fucking doolhof. Op een dag liet ze me vallen tussen de opgestapelde dozen. En dat was direct de laatste keer dat ik haar zag. Ik heb geen idee hoe lang ik tussen die dozen heb gelegen. Maar het was een lange tijd. Uiteindelijk verscheen er een hand tussen de dozen. Het was die van Maaike, de vrouw die mij gekocht had voor Ans. Ze pakte me op en gooide me in een andere doos. Ik kon nog net zien hoe de woonkamer van Ans leger was dan ik hem ooit gezien had. Maaike zette me bij de weg, samen met de andere spullen van Ans en een bordje met gratis meenemen. En dat is mijn verhaal. Tot nu toe. Ik wist alles van jullie. En nu? Nu weten jullie alles van mij. Of bijna alles. Want hoe mijn verhaal afloopt? Misschien vind ik een nieuwe eigenaar die mij nog voor jaren koestert. Misschien beland ik op een vuilnisbelt of in een plastic soep. Of misschien word ik hergebruikt en bevindt mijn batterij zich nu in jouw telefoon. Wie weet hoe mijn verhaal afloopt? Jij in ieder geval niet. En als je dat irriteert? Interesseer je dan eens wat meer in je eigen spullen?